Hey, hallo allemaal, welkom bij de Tekentovenaar. Superleuk dat je weer kijkt. En vergeet niet even te abonneren. Hè. Ik werd vanochtend weer heel vroeg wakker. Voor mij was het 6:30 of zo, met een geniale ingeving. Dus ik heb allemaal dingen opgeschreven en zo in mijn dagboek. En ik heb de tekeningen bij gemaakt. En ik ben weer een stukje verder. En dat wil ik heel graag met jullie delen. En ik maak deze video ook voor mezelf. Om het te onthouden als een soort van herinnering van, oh Jeroen, niet vergeten. En dan morgen word ik weer wakker met een heel ander idee. En dan ga ik dat ook weer filmen en dan ga ik dat ook weer onthouden. En zo ga ik mezelf steeds meer een beetje ontwikkelen als mens. En ik weet nog steeds dat tekenen ontzettend belangrijk is. Daar verandert helemaal niets aan. Maar ik ga nu een stukje uitleggen en ik hoop dat je het een beetje begrijpt. Want kijk, we zijn allemaal mensen. Hè? Dit filmpje gaat trouwens over de zin van ons bestaan. En waarom bestaan we nou eigenlijk als mens? Waarom zijn er mensen? Wat is een mens zijn nou eigenlijk? Hè? Dat wil ik allemaal heel graag weten. En ik kom steeds een beetje dichterbij. En daar komt ie. Wij zijn een mens. En wij leven in een binnenwereld en in een buitenwereld. De binnenwereld, daar bedoel ik mee ons verstand, ons denken en onze emoties. Wat we elke dag, ons gevoel en het diepste in ons, daar zit onze ziel. En de buitenwereld, daar heb ik het over ons lichaam, onze omgeving en nog verder de wereld. En de hele kosmos, het hele universum. Dus dat zijn twee werelden. En wij leven daar precies middenin. En dat noem ik dus het tussengebied. Nu, hier in de buitenwereld heb je allemaal maaksels. Hier wordt van alles gemaakt, alles wordt gedaan. Hier worden levens gemaakt, hier worden dingen bedacht. Alles wordt hier allemaal gedaan. En hier, de binnenwereld, wordt ook van alles gemaakt. Wordt ook van alles bedacht. Dus je hebt een binnenwereld waar wat voor wordt gemaakt en een buitenwereld waar voor alles wordt gemaakt. En daarom is tekenen natuurlijk zo vreselijk belangrijk, want tekenen, een tekening is eigenlijk een mini-bestaan. Zo kan ik dat eigenlijk noemen. Want dit allemaal, wij bestaan eigenlijk, en dat komt door de binnenwereld en door de buitenwereld, en die geven en ontvangen aan elkaar, die werken dus samen. Het is steeds geven en ontvangen. Soms wat hier is, gebeurt hier iets, een bepaalde ervaring, waardoor de binnenwereld daardoor iets nieuws ontvangt. En zo kan je dit creëren, dit maken en daardoor wordt dit ook gemaakt. Dus het is een geven en ontvangen. En dat gebeurt ook als je een tekening aan het maken bent. Want als je een tekening aan het maken bent, dan gaan al, dat doe je met verstand en met je denken, met emotie, met gevoel en met het diepste van je ziel. Soms moet je echt gewoon, ga je echt de diepte in en dat kan je allemaal kwijt in die tekening. En al je ervaringen, alles wat je hier buiten allemaal hebt meegemaakt, en dat komt hier ook allemaal in. Dus het hele buitengebeuren en het binnengebeuren komt hier samen. En dus kun je eigenlijk dit geven en ontvangen, kun je hier onderzoeken en kun je hier oefenen. Dus, en dat, als je dat heel goed kan, dat geven en ontvangen, dan ben je in balans. En dat noem je echt goed gebruik maken van creativiteit. Hè? Want ieder mens is creatief. Dit kunnen we allemaal, maar het is de kunst van hoe doe je dat nou op een manier, zodat alles mooi in balans is. En dan begin je echt bedoeld te bestaan. Als je dat kan en dat leer je door tekenen en schrijven, dan kom je erachter, dan komen al deze twee samen en dan kan je dit oefenen en dan kan je vooral je eigen stijl leren kennen. Want wat heb jij te geven aan de wereld en wat heb jij te ontvangen aan de wereld en andersom? Dat is gewoon de vraag en daar moet je achter zien te komen en dan kan je het doen. Wat je gelukkig maakt, wat je met passie kan doen, wat je met liefde kan doen. Want dit geven en ontvangen is eigenlijk een relatie. Dat is net een relatie, geven en ontvangen. Als je van iemand houdt, dan geef je en je ontvangt. Dus dit is allemaal liefde. Liefde is de drijvende kracht van creativiteit. Als je het doet vanuit echte liefde, oprechte liefde, dus gevende liefde en ontvangende liefde, alle twee 50-50, dan ben je in balans. En dat kan je allemaal leren en zo gek is dat wereldje, maar ja, het is tekenen. Tekenen is zo belangrijk om dat te leren. Dan geef je en je ontvangt en je wordt er steeds beter in en je leert je eigen stijl te ontdekken. En
Ja, heel veel mensen die weten dat niet. En daarom maak ik deze filmpjes. Snap je dat? Dus dit is heel belangrijk. Dit is de basis van het tekenen. Dus de tekening is een mini bestaan. En daardoor, door tekenen, leer je hoe je echt goed in balans kan bestaan. Zodat je echt een optimaal bent, met een optimaal functioneert. En zodat je echt gelukkig bent. Daar gaat het eigenlijk om. Dus ik hoop dat je het een leuke les vond, video vond. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei.